Prismatic Glamour. My love. En ik zit hier vandaag papadapam, met Amanda Rijf. Hi. Hi. Je bent natuurlijk bekend van je boek Flawless. En je hebt natuurlijk heel veel bekende Nederlanders opgemaakt. Anna Nouchin, Marsha van Beauty Gloss, zelfs leden van het Koningshuis. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan vandaag beginnen met de Prismatic Glamour. Klinkt natuurlijk heel interessant, maar wat houdt het in? Prismatic staat eigenlijk voor een gezonde glans, een glow, alsof het van binnen uitkomt. Want iedereen wil wel een mooie gezonde glans, maar niemand wil als zodanig glimmen. We willen natuurlijk geen glimworm zijn. We gaan beginnen met een primer. En het is de Illuminating Primer Love Light, heet het. Mm-hmm. Is een primer nou echt heel belangrijk om aan te brengen, vraag ik me altijd af. Ik vind van wel. Het woord zegt het eigenlijk al. Een primer zorgt ervoor dat je make-up gewoon heel mooi blijft zitten. Dat je daar gedurende de dag geen omkijken naar hebt. Ik ga nu een foundation aanbrengen. En het is de Even Elixir. Het is een serum foundation. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk echt wel fan ben. Ik ben fan van dit product. En waarom? Omdat het en huidverzorging is, en foundation, en een SPF 20. Dus je bent ook meteen gedurende de dag beschermd. Hey, en jij smeert hem tot de kaak, maar verder, ik smeer hem eigenlijk altijd tot onder. Ja. Is dat nou een no-go? Of? Ik vind van wel. Ik zeg altijd, als je een goede foundation draagt, opbrengt, dan hoef je niet voorbij je kaaklijn te gaan, omdat het versmelt met je eigen kleurtoon. Oké, nou dan ga ik altijd veel te ver, want ik smeer echt tot hier. En gaan. Ja. Ja, ik zou het maar achterwege laten. Ja. Dit is een Radiance Booster Concealer Pen. En we hebben nu dus je primer, we hebben je foundation. Het enige waar ik nog duidelijk gewoon inderdaad rust wil, dat is onder de ogen. Wat ik heel lekker vind, is dat er al zo'n soort van topje op zit. Ik ga hem in een rechthoekje neerzetten. Waarom een rechthoek? Want ik doe dat eigenlijk altijd in een driehoek. Dat heb ik namelijk ergens gelezen. Nou, een driehoekje kan ook. Het belangrijkste is waar het om gaat, is dat je voorbij de kring gaat. En dat is wel goed om te weten. Nou, dus als je in je kring blijft, dan weerkaatst het licht en dan maak je het erger. Ik ga de Prismatic Highlighter palette aanbrengen en die vind ik toch mooi. Wauw. Gaaf, hè? Ja. Dan gaan we met de gouden kleurtoon beginnen. En die zet ik heel mooi neer vanuit de buitenste ooghoek. En dan door over je arcadeboog, over de bolling naar de binnenkant toe. En dan gaan we nu met die middelste kleur roteren. Ook blenden. Hierin blenden is het allerbelangrijkste. Lekker glitteren. Ik ga een potloodje in je waterlijn zetten. Dit is de Holographic Waterproof Eye Pencil. Je ziet het al een beetje prisma-achtige, nou, zoals je look ook heet. Wat ik mooi vind wat het doet, is eigenlijk je blik intensiveren. En het zal ook je oogopslag gewoon net even wat spannender maken. Deze is zo leuk. Het is de Holographic Eyeliner. En meteen een soort van popcoating. Je ziet al een beetje dat shimmertje erop. We gaan de finishing touch aanbrengen. Mascara. Het is 24 hours volume en krul. Ik vind het heel fijn om mijn duim een beetje op het oogbed neer te leggen en over mijn duim heen te werken. Dat betekent dat ik meteen alle knoeisels opvang. Ja, super gelijk mooi. Verschil. Ja, heel groot. Het is gelijk verschil. Af. Mooi. Dit is de eindlook. Ja, ik vind het heel mooi. Ik voel me helemaal glamorous. Nou, goed zo. En vond je dit nou leuk? Kijk dan volgende week weer naar Beauty Case. Doei! Hoi!